goedemorgen, Astrid. Hoe vroeg is het voor jou? Ja, ik begin dat stilletjes aan gewoon te worden, maar... Nee, ça va. Ik ken het tegen. Nee, ik heb wel al eens opgevangen dat jij wel graag feest, laat het mij zo zeggen. Dat ze jou al eens op de vloer in een bruin café hebben moeten opschrapen. Dat is zo. ik heb de bewijzen laten zien van dat opschraapsel. Maar dat hoort erbij. Dat is hardcore leven. Voilà, we work hard, play hard. Ja, voilà, zo hoort het. Volgens mij heeft Astrid dat ook al eens ooit voor gehad. Ver verleden. Michel, heb jij dat al voor gehad? In een ver verleden, ja. Slongs, ben je er klaar voor morgen? Ja, ik ben gebrand op morgen. Wij zijn al 2 maanden aan het anticiperen en aan het repeteren gelijk een zot. Dus voilà, wij zijn helemaal klaar. Ja, je zegt wij, want halve euro is er natuurlijk ook bij. Yep, yep. Hey, goedemorgen. Morgen. Alles goed? Alles bom. Je zorgt vandaag voor de backing vocals, heb ik gehoord. Ja, Slongskin is big hit deze week. En ja, die is keigoed bezig hè, met die Lacht Norma en al haar solo carrière. Ja, je gaat de big hit hier, Lacht Norma, ga je live brengen. Het is een heel opgewekt en heel leuk nummer, maar er zit wel degelijk een moraal in het verhaal. Hè? Er zit een moraal in het verhaal, maar gelijk als ik op het einde van het leken ook zeg, niet met vingertje, ik zeg dat tegen mijn eigen. Dus, en als iemand er iets het kan halen voor zijn eigen, beestig. Voilà. Het is te beter. Ah ja. Zeg, de urban wereld, het is nogal een mannenwereld, hè? Een beetje wel, ja. Heb je concurrentie van vrouwen? In mijn directe kring niet. Nee? Nee, op het moment niet. Maar je vindt dat niet erg dat je zo eigenlijk de enige vrouw bent daarin? Nee, ik voel me wel goed in dat... dat dacht ik al. in dat clubje. dat straal je uit, Slongs.